Je bent je eigen werkgever als je schrijft. Je moet je eigen strenge baas zijn en gedisciplineerd werken. Dat is een Amerikaanse schrijfster die dat telkens weer zegt. BIC, B-I-C, butt and chair. Er zijn altijd heel veel uitvluchten om niet te hoeven schrijven. Maar als je een idee hebt, ga zitten en wacht niet op inspiratie. Welkom bij Spark, de podcast waarin we spelen met ideeën over creativiteit. Ik ben Elisabeth. En ik ben Sophie. En dat spelen met ideeën, dat doen we niet zomaar omdat we wat tijd over hebben, maar wel omdat we, net zoals iedereen, wel eens met gevoel hebben gezeten dat we wat creatiever wilden zijn. En dat we tegelijk ook dat heerlijke gevoel kennen van het hebben en uitvoeren van een nieuw idee. In deze podcast gaan we op zoek naar tips en tricks om je creatieve zelf uit zijn kot te lokken. Daarvoor gaan we praten met mensen die hun kost verdienen met op een of andere manier creatief zijn. En vandaag zijn dat twee schrijfsters. En schrijven, dat is zo een van die beroepen die heel gemakkelijk en heel moeilijk tegelijkertijd zijn. Aan de ene kant is het natuurlijk enorm simpel. Je kan zo goed als overal schrijven en je hebt er ook niemand voor nodig. Maar net dat zijn dingen die mij helpen om creatief te zijn. Collega's om mee te brainstormen en een vaste plek waar je je creatieve activiteit uitoefent. En precies daarover gaan we het vandaag hebben. Over de plaats waar je werkt als creatieveling. Of dat nu belangrijk is, of er zaken zijn waar je op kan letten bij het uitkiezen van je werkplek, en of wat er nu allemaal wel toe doet. En natuurlijk zullen niet alle tips in deze aflevering voor iedereen werken. Als jouw ding het beschilderen van canvassen van 4 op 6 meter is, dan kan je dat beter niet in een koffiebar gaan doen. Maar misschien kan je op andere vlakken wel nog iets opsteken van onze gasten van vandaag. En wie zijn dat nu, Elisabeth? Het zijn twee schrijvende madammen. Lise Spit is schrijfster van het ongelooflijk succesvolle debuut Het Smelt. En Kathleen Vreken, dat is een schrijfster met al heel wat meer boeken op de teller. Ze schrijft journalistieke stukken, maar ook boeken voor kinderen en voor volwassenen. Zoals haar laatste roman, Haar. En die Lise die heeft een kantoor. Daar heb je met haar over gepraat, niet? Ja, inderdaad. Maar eerst het verhaal van onze eerste gast, want die heeft toch ook wel een werkplek waar veel mensen graag mee zouden ruilen. Ik ben Kathleen Vreken. Ik ben schrijfster, voornamelijk van jeugdboeken tot nu toe, historische adolescentenromans, maar intussen ook voor van romans voor volwassenen. Ik ben daarnaast ook journaliste, al ligt de journalist wel al een klein jaar op zijn gat, om het zo uit te drukken. En ik ben sinds kort ook scenariste, want een van mijn boeken wordt verfilmd en ik werk mee aan het scenario. Nu, voor we het kunnen hebben over die bijzondere schrijfblik van Kathleen, moeten we misschien eerst even weten hoe ze schrijfster is geworden. Met schrijven van boeken ben ik 23 jaar geleden begonnen, al zeg ik liever wanneer mensen mij vragen hoe lang je al aan het schrijven bent, vanaf mijn 8 jaar. Ik denk dat ik op dat moment ontdekte wat de macht van woorden is, van het zelfgeschreven woord. Dus ik had al ontdekt dat ik ontzettend graag las. Ik was echt een veelvraat op dat vlak. Maar toen ik 8 was, heb ik mijn eerste echte boek geschreven en ja, geplastificeerd achteraf. En zo met de tekst op 1 pagina en de tekening op de pagina ernaast. En dat ging over een meisje dat wilde leren paardrijden. En dat was ik natuurlijk. Ik wou ook zo graag leren paardrijden. Maar ik mocht niet van mijn ouders. En in mijn verhaal uiteraard mocht het meisje dat wel. En ik heb een hele dag aan dat boekje gewerkt. En toen ik daarmee klaar was, had ik zo'n ongelooflijk warm en gelukkig gevoel. Omdat ik echt het idee had, ik heb dat zelf allemaal meegemaakt. En ik denk dat daar de wortel van mijn schrijven ligt. Natuurlijk is er wel een verschil tussen de vele kinderen die zelf boekjes in elkaar steken en de weinige volwassenen die uiteindelijk een boek in de winkel hebben liggen. Die schrijver was er misschien altijd al, want ik heb ontzettend veel boekjes geschreven als kind en sprookjes voor mijn jongere zussen, maar het echte schrijven dan in mijn volwassen leven is er maar gekomen voor een deel uit verveling. Dat stak opnieuw de kop op, die behoefte om te schrijven. Ik had altijd als kind gezegd, als er één ding is wat ik later nooit wil gaan doen, dan is het kantoorwerk. En ik ben van opleiding leerkracht Nederlands-Engels, maar er was geen werk in het onderwijs toen ik afstudeerde. En wat ben ik dan gaan doen? 10 jaar lang kantoorwerk. Er moest toch brood op de plank komen. Ik deed dat helemaal niet graag. Ik had gelukkig wel leuke collega's, maar verder verveelde ik mij dood in die job. En ik ben een heel middelmatige bediende. En ik dacht, alle dingen die ik graag doe en waarvan ik denk dat ik ze wel
goed kan liggen te verstoffen. Dat is ja, de perfecte manier om ongelukkig te worden. En toen ben ik gewoon, omdat er een wedstrijd georganiseerd werd, beginnen schrijven aan een kinderboek. Elke dag, de kindjes waren nog klein, lagen 's avonds in bed, na het werk, na het koken. In plaats van voor de televisie te gaan zitten, was dat neerzitten aan de keukentafel met een blok papier en een pen, want we hadden nog geen computer. En elke avond een paar uur schrijven tot het eerste boek er was. En tot mijn steile verbazing, ja, de wedstrijd heb ik niet gewonnen, maar er was wel een uitgever die het goed genoeg vond om het als boek uit te geven. En zo is de bal eigenlijk aan het rollen gegaan. En eens de bal aan het rollen was, kwam er ook een ander en nieuw werk op haar weg. Toen bleek dat ik ook als journalist aan de slag kon, freelance. Ik heb toen een aantal proefopdrachten gedaan voor een tijdschrift. Dat was de Libel in der tijd. Ik heb dan een aantal proefopdrachten gedaan en ze waren daar tevreden over. En ik kreeg altijd maar meer werk en meer werk en meer werk. En uiteindelijk heb ik die job kunnen laten staan. En dat was januari 1997, dus bijna 20 jaar geleden. Die eerste maanden ook, toen ik zo overdag op klaarlichte dag in het zonnetje kon onderweg zijn naar een interview. Ik moest mijzelf telkens weer in de arm knijpen van, ik ben echt aan het werk nu. En ineens was het niet meer zo belangrijk om iedere keer te snakken naar weekends, naar vakanties. Omdat, ja, wanneer je heel graag doet wat je doet, dan vermindert die behoefte ongelooflijk. Ah, is dat niet waar we allemaal van dromen? Doen wat je graag doet de hele tijd door. Ja. Maar toch zijn er mensen die wel wat schrik hebben van wat ze gaan doen als ze geen baas niet meer hebben die hun een beetje onder druk zet. Of geen vaste werkplek meer en geen collega's meer rond de koffiemachine. Ik werk ook thuis. Dat heeft wel om een zekere vorm van discipline gevraagd die ik, moet ik bekennen, niet altijd heb. En waar ik het vandaag soms nog altijd moeilijk mee heb. Toch krijg ik op de een of andere manier altijd gedaan wat ik moet gedaan krijgen en kan ik mij aan deadlines houden. Maar dat is nooit vanzelfsprekend. Het zit niet in mijn natuur. Ha, dat is toch wel fijn om te horen dat ook professionele schrijvers daar soms last van hebben. Maar Sophie, ik denk toch dat Kathleen daar ondertussen wel iets voor gevonden moet hebben. Ja, ze heeft inderdaad wel wat tips om je werkplek zo in te richten dat je niet wordt afgeleid. Heel vaak helpt het ook om een omgeving op te zoeken die me voor het schrijven zelf dan, het moment dat ik aan het schrijven zelf toekom, die me een zekere ruis bezorgt. Thuiswerken lukt met periodes, maar bepaalde boeken heb ik bijna helemaal in een koffiehuis geschreven. En als ik denk aan mijn jeugdroman Zijdeman, die heb ik bijna helemaal in een koffiehuis in Gent geschreven. En die lichte ruis van pratende, koffiedrinkende mensen om mij heen, het over en weer gelopen, als het maar niet te heftig is natuurlijk, helpt mij enorm om in een soort cocon te kruipen en om me helemaal te focussen op het verhaal. En het feit dat ik dan het wachtwoord, het wifi-wachtwoord niet ken, helpt ook wel natuurlijk. Ha, de gevaren van het wifi-wachtwoord. Ja, en zo'n job als schrijven, dat lijkt zalig van dat je dat gewoon thuis achter de keukentafel kunt doen, maar het blijkt van dat je dat best toch niet thuis doet. Want daar zitten de gevaren niet enkel in het wifi-wachtwoord. Er ligt met stof aan te staren enzovoort. Er zijn praktische administratieve dingen te regelen. Vluchten is op dat moment het juiste om te doen. En op zulke momenten, als ik merk van het gaat dus echt niet meer nu, ik word hier gek van al hetgeen wat er ook nog zou kunnen gebeuren, dan trek ik naar een café of naar welke plek dan ook waar ik die afleiding niet heb. Of ik ga, dat helpt ook, maar dan moet het zomer zijn, achter in de tuin zitten schrijven. Daar heb ik zo'n schaduwterrasje op warme dagen en daar werkt het ook enorm. Want dan trek ik mij niks aan van wat er hier binnen in huis allemaal ligt te wachten. Je kan dus maar beter afleiding gaan zoeken die niet zo afleidend is als de afleiding bij je thuis. En een paar keer per jaar gaat Kathleen wel heel ver weg van de was en de plas thuis, want dan gaat ze op schrijfvakantie. Een van mijn goede vriendinnen, die ook schrijfster is, Christine Dieltiens, is zo'n beetje de brein achter die schrijfvakanties. We gaan dan met een drietal schrijfsters naar Spanje en altijd in hetzelfde huis. En dan zitten wij daar een week. En mensen denken dan vaak, drie vrouwen in Spanje, die gaan zich daar gewoon van begin tot eind amuseren. Maar nee, daar wordt dus echt hard gewerkt. De maaltijden nemen we samen. De lunch 's middags schiet er soms eens bij in, omdat we te goed aan het werken zijn. Ik ga dan ook altijd elke dag een wandeling maken, langs de zee. Heel stuk en dan weer terug. En 's avonds, zo vanaf een uur of 6, is er altijd wel iemand die zegt van, is dat nu nog geen tijd voor een aperitief? En de avonden zijn helemaal vrij. En dan wordt er gepraat over het schrijven, maar
over het leven, over alles, over koetjes en kalfjes en over grotere dingen. Sophie en ik willen al meteen mee, want geef toe, dat klinkt nu toch echt fantastisch. Een super creatieve week hebben en ondertussen in Spanje zitten. Amai, dat klinkt echt ongelooflijk geweldig. En nog beter is dat het ook echt werkt. Ik denk dat ik daar 4 keer zo productief ben als thuis. En ik denk dat dat niet eens gegokt is. Ik denk dat dat redelijk controleerbaar is. Ik kom altijd met heel veel tekst terug en met heel veel ideeën. Ja, wat daar zo goed aan werkt... Je bent weg van alle afleidingstoestanden hier thuis. Dat is al 1 ding. Je kunt daar alleen maar schrijven of wandelen of whatever. En je zit daar ook samen met mensen die dat helemaal begrijpen hoe dat werkt. Zo'n creatief proces, zo'n schrijfproces. Dus wij laten elkaar met rust. Er gaat nooit iemand zeggen van, allee, kom, zet er u bij, allee, nu toch nog. Nee, we zeggen, er is altijd wel 1 die zegt tegen het einde van het ontbijt, kom, genoeg zitten leuteren aan de koffie. We vliegen erin en de anderen volgen meteen. Het helpt ons ook tussendoor, en dat is heel fijn, om te kunnen praten over dingen die je soms hinderen. Over dingen die in de weg zitten van het schrijven. Dingen die ons onzeker maken ook. Want wat we allemaal met elkaar delen, en de meeste schrijvers die ik ken, ik weet niet of het er ook anderen zijn, zijn ontzettend onzeker over hun werk. En wij supporteren echt voor elkaar. Wij steunen elkaar. Dat is heel fijn. Je hebt altijd het gevoel van, ik ben toch niet zo alleen op mijn eiland als ik dacht. Ja, bon, Sophie, ik denk dat we gewoon de rest van de podcast in Spanje gaan opnemen. Daar zeg ik geen nee tegen, ze manneke. Wie weet komen daar nog op een hoop nieuwe ideeën. Kathleen, die heeft tijdens zo'n werkvakantie zelfs haar laatste roman bedacht. Mijn roman Haar is ontstaan tijdens zo'n Spaanse schrijfvakantie. En het mooie is, de allereerste keer dat ik naar Lescala ging, want dat is de plek waar we altijd naartoe gaan, aan de Costa Brava. Klinkt zo helemaal niet literair, maar het is echt een heel fijn stukje Costa Brava. En daar heb ik het eerste hoofdstukje, korte hoofdstukje geschreven. En ik heb uiteindelijk het laatste stuk op de 4e schrijfvakantie geschreven. Het is dankzij Christine Dieltiens, die al van in haar kinderjaren naar Lescala op vakantie gaat. En zij heeft daar een hotel, kent daar een hotel waar ze in haar kindertijd ging. En waar wij ook heel vaak gingen schrijven, op het terras van dat hotel. Ze zaten daar zo onder de moerbeien, in de schaduw. Een beetje vergane glorie uit de jaren 70, heel veel oranje. En zij heeft mij daar verteld over haar herinneringen uit haar kindertijd en over de familie die dat hotel uitbaat. En ik zag dat meteen perfect passen in het verhaal dat ik wilde schrijven en dat zich voor een stuk in Spanje zou afspelen. En ik heb haar meteen gevraagd, want zo gaat dat dan onder schrijvers, zo van, jij mag dat claimen, hè? Het is jouw verhaal. Als jij daar iets mee wil doen, ik blijf daar heel, heel netjes af. Ik doe daar niks mee. Maar anders zou ik heel graag bepaalde elementen daarvan gebruiken in mijn boek. Ik zei, want ik zie het zo voor mij. En die zei, oh, nee. Jij mocht dat helemaal hebben. Dat zit veel te dicht op mijn vel. En dus heb ik eigenlijk heel veel elementen uit dat. En heel de beschrijving van het hotel waar die familie in 1976 naar op vakantie trekt, is hoe dat hotel er vandaag nog altijd uitziet. Misschien ook daarom dat die plek voor mij zo bijzonder geworden is. Er hangt echt wel een heel boek omheen. Prachtig verhaal. En ja, nu weten we dus wat gedaan is, Sophie. Een weekje alles thuis achterlaten om aan je creatieve project te werken. En je krijgt er meteen de mogelijkheid bovenop om 's avonds te genieten van mooie zonsondergangen en sangria. Oké, maar even serieus. We weten ook wel dat het niet voor iedereen zomaar haalbaar is. Dus voor wie het zijn of haar werk, gezin of bankrekening niet kan aandoen om een week op vakantie te vertrekken, vroeg ik aan Kathleen wat volgens haar het enige is dat je echt moet doen om te kunnen schrijven. Het enige... Ja, het belangrijkste is misschien, en dat is helemaal niet origineel hoor, het is een Amerikaanse schrijfster die dat telkens weer zegt, BIC, B-I-C, butt and chair. Er zijn altijd heel veel uitvluchten om niet te hoeven schrijven, maar als je een idee hebt, ga zitten en wacht niet op inspiratie. Ja, je moet natuurlijk de initiële inspiratie hebben, dat wil zeggen, ja, je moet weten waarover je ongeveer wil gaan schrijven, maar... Denken dat inspiratie zo'n soort van goddelijke ingeving is en dat het iets is dat opkomt en niet te stoppen is en dat je er dan iets moet mee doen en niet eerder dan dat is een mythe. Het is echt werken en soms komt de inspiratie door het te doen, door een paar zinnen op papier te gooien, alleen of op het scherm van je laptop en heel... vreemd, maar dan komt er soms iets tot stand. En ik heb soms ook bepaalde personages die op die manier zich
gaan ontwikkelen en die zich zelfs heel eigenzinnig gaan ontwikkelen. Een verhaal kan zich ook heel eigenzinnig gaan ontwikkelen, anders dan je het op voorhand in je hoofd had, door te beginnen schrijven. Heel raar. Ik weet niet hoe dat werkt, maar gewoon doen. En dat gewoon doen, dat kan je dus ook prima dicht bij huis. Bijvoorbeeld in een kantoortje ergens in Brussel, zoals onze volgende gast. Ik ben Lise Spiet en ik ben een schrijfster. En ik schrijf onder andere een wekelijkse column in De Morgen sinds een jaar. En daarvoor heb ik één roman geschreven, Het Smelt, mijn debuutroman. En ik schrijf ook poëzie, korte verhalen. En ik ben eigenlijk van opleiding scenariste. En Lise's ultieme schrijfplek, dat is geen plaatsje onder de Spaanse zon, maar een redelijk oninspirerend kantoorgebouw. Daarover gaan we het zo meteen hebben. Maar voor ze daar belanden, moest ze natuurlijk die eerste stappen zetten in haar carrière als schrijfster. Er zijn schrijvers die in hun jeugd boeken lezen van schrijvers en dan denken, dit wil ik ook doen. En ik denk dat bij mij het schrijven, ik ben niet zo'n grote lezer, gek genoeg, maar het schrijven is bij mij eerder begonnen vanuit de noodzaak om dingen te vertellen of te plaatsen vooral. Dus ik denk dat ik niet zo één punt kan aanduiden waarop ik wist in mijn jeugd van oké, ik wil graag schrijver worden. Maar dat dat meer een soort van manier is die er een beetje is ingeslopen. Van kijken naar dingen en altijd bezig zijn voornamelijk met wat ik er achteraf mee zou kunnen doen. Dus ik heb heel snel die reflex gekregen als ik ergens was om te gaan denken welk goede verhaal zit hierin. En omdat dat op een duur zo overaanwezig werd, overal waar ik kwam, als een soort van reflex misschien soms ook om mezelf wat te beschermen tegen dingen die er gebeurden in mijn omgeving. Dat ik dan toen ik ging studeren het een beetje aan mezelf verplicht was bijna om ook echt iets met dat schrijven te gaan doen. Dus ik denk dat het zo begonnen is. En wel van jongs af aan, want ik heb hier in de kast een romannetje liggen van in 99, dan was ik 11 jaar. En dan stond er wel zoal, de titel was Het Probleem en dan stond er wel onder een roman over school. Of een boek over school stond erop. Dus ik was wel echt daarmee bezig gaan, zo mijn eerste boekje schrijven. Dus vanaf ik 11 was, want het staat er als opgeschreven. En voilà, zoveel jaar later van Het Probleem naar Het Smelt. Maar ook hier kunnen we natuurlijk de bedenking maken dat veel mensen wel willen schrijven als kind, maar daar als volwassene nog niet per se in slagen. Om haar droom na te jagen deed Lise wat het meest logisch leek. Ze ging een schrijfopleiding volgen. Er waren twee opleidingen in België die ik had kunnen volgen of die mij interessant leken. En dat was het conservatorium in Antwerpen en het RITS in Brussel. En die richting in het RITS noemden ook schrijven. En ik ben naar die open deurdag geweest en toen bleek dat geen schrijfschool te zijn, maar een filmschool. Dus ik was wel echt geschrokken omdat ik dacht, oei, maar ik wou ver genoeg van huis omdat ik anders niet op kot zou mogen. Dus als ik naar Antwerpen ging, dan mocht ik niet op kot. En dus is dat Brussel geworden en ben ik aan de filmschool begonnen. Terwijl ik totaal niks had met film als tiener. Dus het was heel gek. Ik zat daar tussen allemaal mensen die David Lynch-fans waren en al die films analyseerden en die de droom hadden om regisseur te worden. En ik had eigenlijk bijna niks met film, dus ik ben daar als een soort van leek binnengekomen. Maar uiteindelijk denk ik dat dat wel het beste was dat ik had kunnen doen. Omdat ik daar veel aan gehad heb, aan die opleiding. Niet per se als filmmaker, want ik wou geen filmmaker worden, maar wel als verteller. De manier waarop je als scenarist dingen vertelt, dat heeft mij heel erg gevormd. Ik denk dat bijvoorbeeld mijn debuutroman evenzeer een filmdocument is dan een literatuurdocument. En dat misschien wel maakt waarom mensen het zo graag lezen. Of dat zoveel gelezen werd. Omdat veel mensen nu veel meer naar series kijken en dat filmische populair is geworden ook. En als je zelf student bent die bijna of net helemaal is afgestudeerd en nog niet zo goed weet waar je naartoe moet met die creatieve ambities, dan kan je misschien een beetje troosten met het idee dat Lise net hetzelfde had. Toen ik daar buiten kwam, was ik 23, of nee, ik was zelfs 22 of 21. En ik had echt geen idee wat ik zou doen. Omdat de filmwereld ook een lastige wereld is om in te beginnen. Je hebt heel veel geld nodig om iets te kunnen maken. Dus je moet dan een scenario schrijven, dat indienen bij het FAF. En dan hopen dat er iemand u kiest. En dan is dat nog altijd een project van jaren. Dus ik begreep al meteen, ik wist niet of ik daar wel het geduld voor had. Ik was onstuimig. Maar ik had ook geen idee hoe ik in de literaire wereld enig voet aan wal zou kunnen zetten. Dat is heel stom, maar toen ik uit het school kwam, was er op een pand naast het school, dat was een zwangerschapswinkel. En daar zocht dus een verkoper. Ik ben naar binnen gestapt en ik heb gesolliciteerd en dan mocht ik daar beginnen. Dus ik heb toen ik afstudeerde eerst 2 jaar in een kledingwinkel voor zwangere vrouwen gewerkt. Maar het was eigenlijk daar dat ik dan 2 jaar werkte. Ik was totaal niet gelukkig. Ik werkte halftijds omdat ik daarnaast wou schrijven. Dat was wel echt nog iets wat ik wou. Maar hoe langer ik daar
daar werkte, hoe meer ik dacht, ik ben geen schrijver, want ik ben het niet aan het doen. Het was zo dat ik dan overdag soms een zwangerschapsboek verkocht aan Fien Troog en dan aan Kaat Beels. En die kwamen dan aan hun kleren kopen. En daar waren zo mensen naar wie ik opkeek. En dan dacht ik wel, zie mij hier nu staan. En dan kon ik in die dagen daartussen nooit denken, ah, ik ga eens een verhaal schrijven of zo. Dat lukte me niet. Mijn zelfvertrouwen was totaal weg. En op een bepaald punt heb ik toch een dossier ingediend bij het FAF voor dat scenario atelier, noemt dat dan. Dat is dat je een budget krijgt om een coach te betalen die u helpt en een beetje budget om zelf te schrijven. En eigenlijk is het voor mij altijd zo geweest dat ik geld moest hebben om tijd te kunnen kopen om te schrijven. Zo is dat ook bij mijn debuut gegaan, dat ik een voorschot nodig had om de tijd te kunnen nemen om het op te schrijven allemaal. Op het moment dat ik die beurs heb gekregen, ben ik gestopt in die zwangerschapswinkel en heb ik een kantoor genomen. En dat was misschien het allerbeste dat ik had kunnen doen in mijn carrière of mijn hele korte carrière nog maar als schrijver, was dat kantoor nemen in de rand van Brussel. Omdat je De ambitie of de droom dat je iets met schrijven wilt doen, blijft iets redelijk abstract. En je weet zo nooit hoe. Als je het niet aan het doen bent, kun je altijd nog zeggen, ja, maar ja, ik ga het morgen wel doen. Terwijl voor mij, toen ik die een bureau huurde, het idee dat kantoortje daar leeg stond, vond ik echt heel moeilijk te verteren. Zo. Als ik niet in dat kantoor zat, dan beeld ik me in hoe dat die stoel daar leeg bleef, achter mijn schrijftafel. En dat vond ik veel moeilijker dan het idee dat ik misschien niks met die een droom aan het doen was. Het concretiseren van die een droom. Dus ik heb daar dan dat scenario geschreven voor die langspeelfilm, 2 jaar. En dan ben ik aan mijn roman begonnen, of toch beginnen kort verhalen schrijven, naar literaire tijdschriften opsturen. En zo langzaamaan iets beginnen opbouwen. Want je moet echt van nul beginnen, ook als je afstudeert. Zelfs al heb je in een filmschool gestudeerd, ja, je moet toch altijd van nul beginnen en zelf je weg een beetje zoeken daarin. En dat begon voor Lise met het schrijven van dat filmscript in haar kantoor en ook wel het opnieuw opbouwen van haar zelfvertrouwen. Voor mij was dat een heel goede oefening om een document van 90 pagina's te schrijven en daarin een spanningsboog te bewaken. Maar toen die film klaar was, wist ik al dat ik daar nooit nog iets mee zou willen doen. Maar ik wist wel, ik kan het. Ik kan lang genoeg doorbijten in één verhaal om het af te maken. Want ik heb daar ook 2 jaar mee. Ik ben daar langer aan bezig geweest dan aan mijn roman, eigenlijk, aan die film. Mensen die graag een roman willen schrijven, het komt er echt op neer dat je lang genoeg in jezelf gelooft. Dat is het eigenlijk vooral. Dat je niet na een half jaar denkt, oh nee, het is niet goed genoeg, en opnieuw begint, bijvoorbeeld. En ook dat je meters maakt. Dat je niet maandenlang herkoudt je eerste 4 hoofdstukken en die blijft herschrijven en herschrijven en herschrijven. Je moet ook soms gewoon afstand durven afleggen en doorgaan, ook al is het nog niet allemaal perfect. Die filmachtergrond heeft voor mij wel gemaakt dat ik bijvoorbeeld, ik ben begonnen met het einde in mijn hoofd al. Dus ik wist heel goed, dit is het begin van mijn boek en dit is het einde. Dat was voor mij, denk ik, ja, dat plotgericht denken is heel erg voor mij iets dat ik van school heb meegenomen. Dat je zo'n beetje weet, of dat je werkt met cliffhangers bijvoorbeeld. Dat je altijd de spanning erin houdt. Dat je altijd zo schrijft dat mensen willen verder lezen, omdat ze willen weten wat er gaat gebeuren, bijvoorbeeld. Dat is iets waar ik heel fel op voorhand al mee bezig was. Van waar ga ik welke informatie geven? Maar uiteindelijk ontstaat dat ook allemaal pas als je echt gaat zitten om te schrijven. En dat gaan zitten om te schrijven, dat deed lezen niet alleen heel gedisciplineerd, maar ook in een blijkbaar erg lelijk kantoor. Ik geloof totaal niet in het romantische beeld dat mensen hebben van schrijvers. Van bij kaarslicht met een fles rode wijn naast uw typemachine zitten. Zo zijn er echt mensen die denken, dan ben ik een schrijver. Voor mij, en dat is misschien veel meer vanuit die filmachtergrond, ik had zo altijd het beeld van scenaristen als een zeer gedisciplineerd werker. Je bent je eigen werkgever als je schrijft. Je moet je eigen strenge baas zijn en gedisciplineerd werken. Uren kloppen. Het is niet dat je een boek kunt schrijven. Er zijn natuurlijk schrijvers die een boek schrijven op een paar weken tijd. Het komt er niet als je niet achter je stoel zit en schrijft. En voor mij, die een bureau, het ding is ook, als ik thuis schrijf, er zijn verschillende redenen waarom ik dat niet graag doe. En dat is omdat ik met ten eerste dan geen schrijver voelde. Dat ik dan dacht, ja, maar zie mij hier nu zitten in mijn pyjama, nog bij de kom waar ik daar juist cornflakes in heb gegeten. Deze is toch niet een schrijver dat ik nu aan het zijn ben. Ja, je zoekt de hele tijd uitvluchten om niet te moeten schrijven. Je hebt je huishouden dat je kunt doen. Dat is echt, vind ik, heel verraderlijk. Dat je dan toch ook nuttige dingen doet, want je laat de wasmachine in de gang de was op. Maar voor je het weet is het 11, 12 uur 's middags en heb je nog geen woord op papier. En ik deed dat ook heel fel. Heel de tijd allemaal andere dingen doen die ook nuttig waren, maar die niks met dat schrijven te maken hadden. En dus in zo'n kantoor, voor mij was dat heel handig om een regelmaat, een patroon te hebben. Om 8:45 een trein op. Ik wist gewoon, er gingen 2 treinen per uur van hier naar Zaventem, want we zaten in de buurt van Zaventem. Ja, dat was voor mij gewoon handig. Als ik 's ochtends die een trein niet haalde tussen 8 en 10, dan vond ik dat zo'n teleurstelling. Dan vond ik dat echt, dan had ik echt gefaald. Dan was ik zo, alsof ik mijn eigen baas was, heel kwaad op mezelf. Zo van, allee, hoe kun je nu? Ja, je zit te laat, je hebt je overslapen, had ik dan echt zoiets. Dus dat mocht niet. In die zin geloof ik wel echt voor de discipline, dat heb je echt nodig. Dat je ergens teleurgesteld bent als je het niet aan het doen bent. En hard
hard genoeg om het ook echt met veel plezier te gaan doen. Wat dat ook hielp, dat die plek, het kantoor waar ik zat, dat is geen hippe plek of zo. Dat is gewoon echt een lelijk kantoor in een bedrijventerrein waar rondom ons allemaal BMW's en Mercedes staan en mensen in hun maatpak gewoon elke dag naar hun werk gingen. En we hadden gewoon één gebouw daar. Het was ook lelijk, eigenlijk een lelijk gebouw, gewoon met tapijplein op de vloer en zo van die hele lelijke plafonnetjes zo. Ja, je kunt je wel zoiets bij inbeelden, zo van die prefabplafonnetjes. Maar dat doet er ook niet toe, want op het moment dat je bezig bent met schrijven, dan zit je eigenlijk zo diep in je eigen verbeelding en in je eigen universum dat gecreëerd, dat alles wat daar omheen interessant is, u eigenlijk daar alleen maar van afleidt. Dus voor mij werkte dat heel goed om in een plek te zijn waar geen goede koffietenten waren, waar geen interessante, alleen geen mensen rondliepen waar je per se zou mee willen praten of gewoon u terugtrekken in een plek die u weinig afleidt. En dat hielp echt. En een bonuspunt van schrijven een saaie kantoorjob te maken, is dat je je meteen een heel serieuze schrijver voelt. Ik lees soms interviews met schrijvers die dan zo zeggen, ah ja, maar ik weet niet of ik mezelf een schrijver mag noemen, want ik had daar op zich, zelfs voor mijn boek uitkwam, weinig moeite mee om dat te zeggen, omdat ik dat bureau had. Op het moment dat ik die bureau daar heb gehuurd in de rand van de stad en daar elke dag naartoe ging, toen dacht ik ook wel, als mensen nu vragen wat is uw beroep, dan kan ik ook gewoon zeggen, ja, ik ben een schrijver. Omdat ik het gewoon ook dag in dag uit van 9 tot 5 doe. Allee, ja, wat moet ik anders zeggen? Zo, ja. En nu met dat boek, ja, is dat iets makkelijker om te zeggen. Op het moment dat je echt, ik heb daar heel lang naar uitgekeken om dat boek te hebben in boekvorm, gepubliceerd. Want daarvoor, als ik dan zo optrad, was dat altijd met zo'n stapeltje afgeprinte A4'tjes, waarop dan zo wat gedichten of een stuk uit, of een stukje uit een kort verhaal stond. En ik keek altijd zo op naar schrijvers die op een podium stonden met een boek in handen. Ik wou dat ook heel graag zo, ja. En dat is nu wel, allee, dat vind ik wel leuk als ik nu kan optreden, dat ik dat boek kan vasthebben. Dus qua werkplek zijn we er nu wel uit. Als je het niet op vakantie kan doen, zoek dan een kantoor op een saai bedrijventerrein. Dat helpt zeker, maar het hebben van een uitgever helpt minstens evenveel. Ik zou dat bijvoorbeeld nooit hebben kunnen doen als ik niet wist dat mijn manuscript wel zou worden uitgegeven. Ik ben heel lang in gesprek geweest met verschillende uitgeverijen. Dat heeft mij meer tijd gekost om de juiste uitgever te vinden dan om het boek te schrijven uiteindelijk. En ik ben bij veel uitgeverijen op de koffie geweest en uiteindelijk heb ik gekozen voor een heel kleine uitgeverij die nog moest worden opgericht met crowdfunding. Dat was Das Magazin, van het literaire tijdschrift Das Magazin. En zij zouden een uitgeverij opstarten met de naam Das Mag Uitgevers. Op het moment dat ik dat contract eigenlijk tekende, of dat het duidelijk werd ik bij die uitgeverij mij het meeste thuis voelde. Ja, voor mij, ik moest dat boek eigenlijk voor iemand schrijven. Voor mezelf schrijf ik het niet. Dus ik had echt iemand nodig wiens gezicht ik voor mij kon zien tijdens het schrijven. En voor mij was het dan het gezicht van mijn uitgever. Omdat die degene was die mij dat geld heeft gegeven, die heeft gezegd, we geloven er echt in. Jij gaat het debuut zijn, dat we het enige debuut dat we dit jaar gaan uitgeven. Er stond iets op het spel met dat boek. En het feit dat dat zo was, maakte ook dat ik de overtuiging vond om een jaar lang daaraan te gaan schrijven, omdat er iemand op wachtte. Dus mocht ik het alleen hebben moeten doen, alleen in dat kantoor, een jaar lang, zonder te weten of iemand wel erop zit te wachten, zelfs een uitgever. En dat zou ik veel moeilijker gevonden hebben. En dan zijn natuurlijk de positie die ik had, dat is ook een luxe positie. Want ik weet ook wel dat er heel veel schrijvers, er zijn zoveel mensen die werken aan een boek, die een heel boek schrijven en dan pas naar uitgevers gaan en het opsturen via uitgeverijen en op de stapel belanden met manuscripten en misschien nooit iets horen. Dus dat is veel moeilijker als uitgangspunt, denk ik, om te schrijven. Als je weet dat je zelf gaat moeten insturen en misschien nooit een antwoord krijgt op uw manuscript. En nu hoor ik iedereen die ambitie heeft als schrijver al denken, ja, maar hoe doe ik dat dan niet op de hoop bij een uitgever belanden? Wel, maak je klaar om notities te nemen, want hier volgt een korte stoomcursus Vind een uitgever 101 met Lize Spit. Zo, gewoon je manuscript helemaal afprint en dan opsturen naar een uitgeverij. Die belanden op een, noemen dat de slushpile, dat is ongelooflijk hoeveel mensen daar aan een boek werken en dat ook opsturen. De kans dat je daar wordt uitgepikt is klein. Gisteren vertelde mijn uitgever, ik weet niet wie het was waarover hij praatte, maar dat er een uitgever was die een hele stapel pakte en daar de helft van in de vuilbak gooide en dan gewoon zei, in het leven moet je ook soms gewoon geluk hebben. En dan alleen maar de andere helft las. Je moet geluk hebben, ook als je je manuscript opstuurt, dat je er wordt uitgepikt. Je moet jezelf in de kijker spelen van een uitgeverij of van redacteuren. Er zijn eigenlijk 3 manieren om in contact te komen met die mensen. En dat is oftewel een contract bij een agent afsluiten. Een agent is een soort van, ja, een persoon die verschillende schrijvers begeleidt bij het schrijven van hun manuscript en dan pas naar de uitgeverij stapt. En uitgeverijen hebben vertrouwen in agenten, omdat agenten eigenlijk het kaf van het koren al gescheiden hebben. Agenten zijn in die zin al een beetje een kwaliteitscontrole. Dus ik zou nooit rechtstreeks opsturen naar een uitgeverij, maar
een agent zoeken. En daarnaast zijn er nog manieren die opsturen naar literaire tijdschriften. Er zijn heel veel literaire tijdschriften in België en Nederland. En dat is redelijk niche. Dat wordt voornamelijk ook gelezen door schrijvers en door uitgevers en door boekhandelaren bijvoorbeeld. Maar het is wel belangrijk, omdat publiceren in een literaire tijdschrift is een beetje als een extra regeltje op uw cv. En dan is er ook schrijfwedstrijden zijn ook heel, heel handig. Ik heb dus als jongere, toen ik 20 was, meegedaan met Right Now. En dat is de grootste schrijfwedstrijd in België en Nederland voor jongeren tussen 15 en 25. En ik heb aan meegedaan toen ik 23 was. En toen waren er heel veel uitgeverijen die gewoon mijn kort verhaal hadden gelezen en ik daarvoor had ingezonden. En contact hadden gezocht en hadden gezegd, kijk, we hebben uw verhaal gelezen. We zijn benieuwd of je nog meer hebt liggen en of je erover nadenkt om een roman te schrijven. Het jaar nadien heb ik nog eens meegedaan met die Right Now schrijfwedstrijd. En toen heb ik de finale gewonnen, dus dat was op zich al heel fijn. Dat hielp gewoon dat die uitgeverijen het vertrouwen kregen, dat toch werd opgepikt, die korte verhalen. Dus het is voornamelijk dat die vertrouwen hebben, omdat er juryleden vertrouwen hadden in mijn korte verhalen, denk ik. Zo simpel is het dus ook gewoon. Hè. Het is niet dat je daarvoor echt... Ik heb gewoon 2 keer een kort verhaal geschreven, vier korte verhalen geschreven voor die wedstrijd en daarmee een beetje de aandacht gevangen van uitgeverijen. Voilà, als dat geen bruikbare tips zijn om mee aan de slag te gaan. Je moest al bezig zijn. Ondertussen is Lise's boek Het smelt al een dik jaar uit en dat boek was een gigantisch succes. Ze mocht overal promo gaan voeren en lezingen geven. Ik vroeg me dan ook al meteen af wat er in de tussentijd van haar kantoor is geworden. Ik ben nu het afgelopen jaar, sinds mijn boek verschenen is, maar 1 keer in kantoor of 2 keer in kantoor op mijn kantoor geweest. Dus dat staat nu wel leeg. Dat is eigenlijk heel gek. Want nu ben ik ineens een schrijver die veel lezers heeft en die vertaald wordt. Maar nu staat mijn kantoor dus eigenlijk wel leeg. En dat heeft er veel mee te maken met dat ik heel veel op de baan ben om promoties nog altijd te doen. En interviews en lezingen. Ik ben zo 1 keer in mei van vorig jaar, 2-3 maanden nadat mijn boek verschenen was, ben ik daar teruggekomen. Want meteen toen mijn boek in de winkel lag, begon dat ook heel snel te lopen en werd het heel druk. En dan kwam ik zo pas 3 maanden later dat ik een keer een dag tijd had, dat ik zo'n volledige dag had om terug naar mijn kantoor te gaan. En toen kwam ik daar binnen en dan lag daar echt zo nog het boterhammetje dat ik had gegeten in die laatste week van dat schrijfproces, zo vol schimmel. En daar lag nog een lijstje met allemaal notities die ik had gemaakt voor mijn boekpresentatie, wie ik zou uitnodigen, welke drank we moesten kopen. Dus ik stapte echt zo ineens, dat universum, dat kleine universumpje dat daar hing van toen ik aan het schrijven was. En ik vond dat zo gek en dat was zo akelig om... ik vond dat heel treurig eigenlijk om daar terug zo naartoe te gaan, naar die periode. Omdat het voorbij was, hè, omdat ik dacht, ja, de boek is klaar. Wat heb ik hier eigenlijk nog te zoeken? Als ik naar dat kantoor ga in Zaventem, dan herinnert die plek mij wel heel fel aan voor mijn boek uitkwam en die grote onzekerheid hier toen omheen hing van, gaat het iets worden? Gaat iemand dit boek wel willen lezen? Ik voel meteen terug zo die beklemming in mijn borst van zo de sfeer die daar toen hing en de onzekerheid. En natuurlijk is dat niet erg, hè, die onzekerheid, maar ik denk dat ik een nieuwe plek nodig heb om te gaan werken. En die heb ik dus nu gevonden, dus nu heb ik ook echt zin om aan mijn volgende boek te gaan beginnen. En er zijn ongetwijfeld massa's enthousiaste lezers die nu al zin hebben om dat boek te beginnen lezen. Daar zal je toch nog even op moeten wachten. Maar waar je niet op moet wachten, dat is met je abonneren op Spark op iTunes. Want dan kan je meteen naar de volgende aflevering luisteren als die uitkomt. Je kan er zo meteen trouwens al een voorsmaakje uit horen. Zeg, en van voorsmaakjes gesproken, Sophie, weet je nog dat Lise in het begin van het interview zei dat regisseuse Kaat Beels soms langskwam in haar zwangerschapswinkel? Het was zo dat ik dan overdag soms een zwangerschapsbroek verkocht aan Fien Troog en dan aan Kaat Beels. En wel, je raadt nooit wie wij volgende week in de podcast hebben. Maar dat mogen we nog niet verklappen. Dat is voor het voorsmaakje van zo meteen. Ja, want voordat die aflevering online staat, kan jij je al snel abonneren op onze nieuwsbrief via www.sparkpodcast.com. En Spark, dat schrijf je SPRK. En waarom zou ik dat wel doen, vraag je? En wel, omdat je dan een update krijgt in je mailbox wanneer er een nieuwe aflevering online staat. En verder zitten we ook op Twitter, Instagram, Facebook en YouTube. Allemaal onder de naam Spark Podcast. En wie goed heeft opgelet, die weet ondertussen dat Spark zonder klinkers is. En als je toevallig nog op iTunes zit om je te abonneren, schrijf dan ineens een leuke review als je er bent. Je kan niet geloven hoe gelukkig je ons daarmee maakt. En je helpt andere mensen ook om Spark te vinden op die manier. En als je het gevoel hebt dat je vandaag al genoeg op je telefoon gezeten hebt, kan je ook gewoon vertellen over Spark aan je vrienden in real life en zo. Heel erg bedankt alvast en tot een volgende Spark voor meer spelen met ideeën. Bye bye. We zijn wel 3 andere karakters, maar we zijn ook zussen. Dus dat helpt enorm om gewoon te relativeren. En als je iets grof zelfs onder elkaar, dat je ook
ja, dat op een heel andere manier opvat en dat je echt in een, ja, in een werksfeer zit. Wij hebben altijd wel een soort vanzelfde idee over hoe het eindresultaat moet zijn. En daarin is dat wel, allee, voelde wel die soulmate. En misschien hebben we soms discussies van hoe dat we daar moeten geraken, maar het einddoel voelt altijd wel hetzelfde aan.